Mijn naam is Eelco Schurer. Ik ben rentmeester van Landgoed het Mettler in Voorden. 12e generatie familie van Dort tot Mettler. Particulier bezit. En ik doe ongeveer alles voor de familie en voor het landgoed. De ontstaansgeschiedenis is misschien wel vanaf de 12e eeuw. Kom maar mee de laan in. Hij is 700 meter lang. Dus we hebben nog even. Op het zand in de Achterhoek. We hebben heel veel te maken met verdroging. We zitten in een groot project met de provincie Gelderland en het waterschap Rijn en IJssel om hier meer water vast te houden. Om ook te voorkomen dat er veel bossen zullen sterven. Iets wat bijna onomkeerbaar lijkt. Maar als we dan nieuw bos gaan planten, als dat nodig mocht zijn, dan willen we dat bos in ieder geval een betere toekomst geven dan de afgelopen jaren. We zitten nu in het vroege voorjaar, dat is eigenlijk de hoogste waterstandperiode. Maar in de zomer is het hier behoorlijk droog en staan de grachten ook echt droog. En het koetshuis aan de andere kant, dat verzakt ook echt door het wegtrekken van het water. Het staat niet op zichzelf, het is ingebed in een economisch systeem dat zichzelf kan in stand houden. En dat moet ook. Maar wil je dat echt goed doen met alle juiste uitvoering van wetten en regels die we bedacht hebben, dan is een bijdrage van een overheid daarin wel heel erg belangrijk. Omdat het voor een particulier steeds lastiger wordt om aan al die voorwaarden te blijven voldoen. En vanuit de maatschappij is dat heel zinvol om zo kritisch te zijn, want we hebben maar weinig cultureel erfgoed, dus daar wil je heel graag goed mee omgaan. Maar het moet wel werkbaar blijven. Dus ook in de uiting van die wet en regelgeving is het heel belangrijk om het zo te maken dat het uitvoerbaar blijft. En dat je niet verstikt in regelgeving of in methodes om bij die regelgeving te komen.